Je gaat binnenkort met pensioen. Het werkzame leven zit erop. Kijk je er naar uit? Het is toch een beetje dubbel. Maar ik was er al lang mee bezig. En dan komt het moment en dan voelt het ook wel weer heel erg goed. Om een keer te zeggen van een stokje overdragen en ik ga genieten van andere dingen. Ja. Welkom Vincent van Luit. Je bent directeur van de woningbouwvereniging Reewijk. Kan je heel kort samenvatten wat voor organisatie dat is? Ja, woningbouwvereniging Reewijk. Een woningbouwvereniging, dat zegt het al. Relatief, als je kijkt naar de collega's, zijn we klein. Zo'n 1100 woningen. De meeste corporaties groeien tegenwoordig naar zo'n 10.000 woningen. Een enorme kracht. We zitten midden in het dorp. We kennen de samenleving. We kennen punten wat er speelt, wat dat betreft. Toch zie je daar dat qua bedrijfsvoering met zo'n kleine groep mensen het af en toe heel erg moeilijk is. Dus per 1 januari jongstleden hebben we eigenlijk de hele bedrijfsvoering ondergebracht bij Mozaïek Wonen. Maar de groep mensen die hier zit en het echte Reewijkse kent en de lijntjes naar de huurders kort houdt, ja, dat blijft overeind. Dus een combinatie van de kracht van klein en de kennis van groot, dat hebben we hier gebundeld. Ja, grote broer die ook zijn schouders onder jullie zet. Maar verwacht je dat het op termijn echt één organisatie gaat worden? Dat sluit ik niet uit. 5 jaar terug ben ik met fusieoverwegingen bezig geweest. Achteraf zeg ik van, nou, dit is wel een heel mooi model. Mozaïek Wonen heeft eerder met een collega een vergelijkbaar model gehad. Dat heeft geloof ik 20 jaar of langer gefunctioneerd. Modellen zijn organisatiemodellen. Waar het om gaat is dat die lokaliteit, de kennis van wat er in de wijk en buurt speelt, de bewoners, dat je die overeind houdt. Ja, en dan, dicht bij de mensen. Ja, dicht bij de mensen. En dan maakt een modelletje qua organisatie niet zo gek veel uit. Nee, begrijp ik. Hoe lang ben je hier in werkzaam geweest? Ja, bijna 10 jaar. Ruim 9,5 jaar. Dus ja. Daar heb je Reewijkbrug goed kunnen leren kennen. Jouw achtergrond is eigenlijk totaal anders, want je komt uit de accountants- en de ICT-wereld. Ja, dat klopt. Waarom? Ja, we hebben research gedaan. Ja, waarom heb je die overstap gemaakt naar een woningbouwvereniging? Ja, van jongs af aan kies je een vakrichting waarvan je denkt dat voelt goed. En op zich voelde dat ook goed. Cijfertjes spreken me altijd nog wel heel erg aan. Maar bij toeval, in alle eerlijkheid, ben ik in de regio waar ik woon. Ik woon in de Zaanstreek, maar in dit geval in Amsterdam terechtgekomen bij een woningcorporatie. Ook op de financiële functie. En dan proef je op enig moment, denk je, ja, er is meer in het leven dan, ik noem het maar de zakelijke kant. Het gaat uiteindelijk om mensen en daar kreeg ik gewoon een heel warm gevoel bij. Ja. Dus ja, vanuit de financiële hoek overgestapt naar de woningcorporatie. Niet zo'n bewuste keuze om maatschappelijk bezig te zijn. Maar een aantal jaren kreeg ik daar wel een warm hart van. Ik denk van, hier speelt iets waar niet alleen het commerciële belang en het geld speelt, maar waar het gaat over echt iets wat je kan leveren. Echt sociaal bewogenheid? Ja, zo kan je het noemen. Niet zo bewust gekozen, maar wel warm van geworden. Ja, want aan de andere kant, nu je dat zegt, er zijn natuurlijk ook woningbouwdirecteuren, woningbouwverenigingdirecteuren. Dan moeten we al iets langer terugkijken. En dan weet iedereen de namen wel, die natuurlijk echt voor het grote geld en het grote verdienmodel gingen. Ja, klopt. Helaas hebben we dat meegemaakt. Ik denk dat het in de sector nu al redelijk opgeschoond is, als ik het zo mag noemen. We noemden het incidenten, maar eigenlijk was het heel ongelukkig wat daar gebeurde. Ik blijf ook altijd zeggen, en wil dat ook uitdragen altijd, het is niet mijn bedrijf. Ik mag hier werken en ik mag hier directeur zijn. En zo moet je hem ook voelen. Het is een maatschappelijk goed, dit. Heel bijzonder wat we in Nederland kennen. Want wie is de baas van de woningcorporatie? Ja, ik mag directeur zijn. Maar de woningcorporatie is eigenlijk van niemand, om het zo maar gek te zeggen. Maar wie is de baas dan? Ik mag leiding aangeven. Ja. Maar er is niet echt ergens een grote baas of een club mensen die de baas is? Nee, ik heb toezichthouders. De Raad van Commissarissen heet dat keurig. Maar stel je voor dat het niet goed gaat, dan als eerste kijkt weliswaar de autoriteit vanuit het ministerie. Maar de oplossing wordt dan in de handen van de gemeente gelegd. Want het is ook maatschappelijk. Het is niet mijn geld, het is niet het geld van ons op zich. Het is een maatschappelijk product. Een groot maatschappelijk goed. Ja. Als je dan gaat kijken naar woningen, woningbouw, ontwikkelingen. Op dit moment is er natuurlijk wel wat aan de hand. Het grote geld heeft eigenlijk de hele woningbouwmarkt in handen. Gaat het goed komen, denk je, op langere termijn? Nou kijk, kort gesteld, een aantal jaren geleden. Nou, laat ik vooropstellen, wat ik net al kort noemde. De woningcorporatiesector zoals die in Nederland georganiseerd is heel bijzonder. En de afgelopen jaren heb ik vaak gezien dat buitenlandse gemeenten of vergelijkbare achtige organisaties hier komen kijken hoe goed we dat met elkaar georganiseerd hebben. En is dat niet de mensen met een kleinere portemonnee ergens in armoedige wijken aan de rand van de stad of in oude centra wonen. En daar zijn vele Europese landen heel erg trots op. De laatste jaren hebben we de slag gezien dat eigenlijk de gedachte was, misschien wel door die misstappen destijds, maar ook wel een beetje geleid
ja, ik noem het toch maar even vanuit de VVD-kleur, hè, want daar is wel ontstaan van, ja, het is te groot en er zit kapitaal en het kapitaal moet terug en mensen moeten vooral meer richting een koopwoning. En ik zie nu wel weer de kentering. Dat heeft enerzijds te maken met ja, zeg maar politieke kleur. Maar iedereen heeft ook wel gemerkt, hè, er is zo'n enorme verhuurdersheffing. Als ik de nieuwe belastingen, dat heet verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting optel. 4 maanden van wat ik van huurders krijg, moet ik de laatste jaren afstorten in Den Haag. Kan ik niet dat meer is een behoorlijk bedrag. Ja, dat is echt veel geld. Ja. En we zien nu de kentering bij de politiek. Dat ze eigenlijk zien van willen we die... trots, ik noem het trots, maar die volkshuisvesting goed overeind houden, dan moet daar echt wat aan gebeuren. Meer financiële ruimte, want er is gewoon veel meer behoefte aan sociale woningbouw. Er ligt een enorme opgave daarmee om het aan te laten sluiten bij vergrijzing, maar ook gezinsverdunning. Jongeren? Jongerenhuisvesting voelt iets wat in deze gemeente... Ja. En de verduurzaming, hè, waarop we met z'n allen, het moet allemaal duurzaam worden. Ja, tel je dat op. Dan is inmiddels, dat heeft zeg maar Den Haag ook wel ontdekt met allerlei onderzoeken. Ja, dan moet, kan het niet zo blijven, laat ik het zo zeggen, dat er zoveel geld bij de corporaties weggehaald wordt. Ja. Maar dat moet geïnvesteerd worden. Ja. Maar wordt er wel goed gebouwd op dit moment? Hè? Want je zou zeggen, moet er niet naar kleinere wooneenheden? Hè? Voor jongeren, ouderen die vaak ook. We hebben vaak natuurlijk eenpersoonshuishoudens wat steeds meer komt. Moet er anders gebouwd gaan worden? Ja, ik denk dat er wel anders gebouwd moet worden. Hè? Terecht. We zien aan één kant de vergrijzing. We worden allemaal ouder, leven langer. Dus meer seniorenwoningen. Maar bouw ze zo, dus je zegt van die vergrijzingsgolf gaat ook wel weer over. Dus probeer het zo te bouwen. Je zegt van na de golf kan ik het ook wel weer gebruiken. En je ziet die enorme trend van 1 en 2 persoons huishoudens. Ja. Nou, wat wij dus doen, laat ik 2 voorbeeldprojecten noemen. Eentje is aan de rand van de Zoutmanweg en de Randweg. Daar zit een hele kleine locatie. Daar hebben we ook gezegd, we willen hier echt voor kleine eenpersoonshuishoudens echt woningjes bouwen. Dan heb je het over kleine woningen. Maar die behoefte is groot. Een ander project is, levert nog wel discussie op met de bewoners. Gisteren heeft de gemeenteraad wel een positief besluit genomen om de raadhuisweg, die 10-200 in kappertjes, om te zetten in 30 appartementen. Waar ook weer plek is voor senioren, voor starters, met heel diverse appartementen. Jong dus zijn... door elkaar? Jong en oud door elkaar. Ja. Dus we zijn vooral bezig om te kijken van, wat hebben we nu aan woningvoorraad? Het was veel... eengezinswoningen, het oudere bezit van als het opraakt, kijk dan dat je dat soort zaken, want echt uitbreiden in Bodegraven, Reewijk en met name Reewijk, er zijn gewoon niet veel locaties. Ja, dat is heel erg moeilijk, ook inderdaad voor ouders, voor hun kinderen, die moeten vaak weg omdat ze hier niet kunnen blijven wonen. Nou, er zijn heel veel vraagstukken over woningbouw, dus we zouden uren kunnen doorpraten hierover. Toch even terugkomen op de Zoutmansweg, daar is natuurlijk veel onvrede ontstaan. Ja, veel onvrede. Gisteren stond in de krant dat bewoners in opstand kwamen. Hè? Nou, opstand misschien tussen aanhalingstekens, maar blij zijn ze niet. Nee, je hebt projecten eigenlijk. Hè? Je hebt de raadhuisweg. Hè? Dat zijn die 10-200 kapwonentjes. En dat is gisteren in de gemeenteraad behandeld geweest. Heel kort even over de raadhuisweg. Zijn we lang mee bezig geweest. Een groep met bewoners, architecten, gemeente en de woningcorporatie. Om te kijken wat is het beste plan. Uiteindelijk kwam er niet echt consensus. Hebben wij, ik, de knoop moeten doorhakken. Alles wikkend en wegend is toch sloopnieuwbouw het beste. En daarmee 30 appartementen terugbouwen voor 10 kleine woningjes. Ik begrijp wel de pijn van die bewoners. Ja, je woont hartstikke mooi. Ja. Een van de mooiste plekken in Reewijk. Voor €580, een tweede en een andere kapwoningje met een joekel van de tuin. En je kan aan je bootje in de Breevaart. Ja. Dus ik snap dat soort zaken wel. Anderzijds, de wereld ontwikkelt zich. Er is een enorme behoefte. We hebben weinig locaties. En dan wikken en weegje, waar zet ik mijn geld het beste op in? Wat is het verantwoord. Dus ik begrijp daar de zorg. Aan de andere kant zeg ik van, hebben we gewikt en gewogen. We hebben een gemeenteraad democratisch, die heeft nou gewikt en gewogen. Uiteindelijk hebben we met elkaar dus gezegd van, ja, dit is toch het beste plan. En we moeten vooral zorgen dat de huidige bewoners zo goed mogelijk geholpen worden op het moment dat die sloper aankomt. Met verhuiskosten, met huurgewenningen. Maar ze moeten weg. Ze moeten weg nu. En dat is niet morgen. Hè? Dus dat is een proces waar we ook weer 1,5 tot 2 jaar de tijd voor nemen. Nou ja, dat is best kort. Ja, maar de mensen begeleiden van wat is een goede andere woning. Ze krijgen voorrang om een andere woning uit te zoeken. Ze krijgen even voor het beeld zo'n €6500 verhuiskostenvergoeding. Als de huur echt flink hoger wordt, krijgen ze ook een periode met compensatie. En ze proberen zoveel als mogelijk met alle begrip voor de huurders te zeggen van oké, we begeleiden jullie. Ja. Maar ja, we moeten door. Ja. Toch een beetje een krasje? Als je weggaat? Nee, omdat ik denk van dit soort afwegingen, ja, dat is nou eenmaal een rol. Wat ga je doen
Mogen we dat weten? Ja. Ga je gewoon lekker even rusten, afkikken? Ja, ik 37 jaar werk nu uiteindelijk toch al bij woningcorporaties. En ik word 65. Ik vond het een mooie leeftijd om te zeggen, nu is het genoeg geweest. En wat ga ik doen? Ja, misschien heel simpel. Genieten van mijn vrije tijd. Jarenlang gekampeerd met kinderen die al lang het huis uit zijn. Maar we hebben een caravan gekocht. Ik ben gek op golven met een redelijk grote vriendengroep. Dus dat ga ik vast meer doen. En ik ben nog commissaris hier bij Quadrant, de grote kinderopvangorganisatie. En ik zeg zelf, nou, misschien nog 1-2 erbij. Dan heb ik een mooie mix van genieten. En toch maatschappelijk nog actief zijn en betrokken zijn. Ik ben inmiddels bijna 2 jaar opa van 3 van die kleine koters. En dat vind ik ook fantastisch. Daar kan je druk genoeg mee zijn. Dus die hele mix, dat zou ik al doen. Dank voor het leuke gesprek. En heel veel plezier de komende jaren. Waar je lekker kan genieten. Gaat helemaal leuk. Dank je wel.